Eilanders kennen de angstaanjagende kracht van water als geen ander. Maar eeuwenlang waren zij ook afhankelijk van wat de zee hen schonk. De mensen waren arm in die tijd. Er was nauwelijks genoeg geld voor eten. Laat staan om goede, warme kleding te kopen. Drenkelingen die levend aanspoelden werden verzorgd, de doden begraven. Soms hoorde je de hartverscheurende kreten van schipbreukelingen boven het gebulder van de zee uit. Menig kustbewoner verdronk tijdens een poging hen te redden. Op 14 oktober 1824 woedt alweer een vreselijke storm. Zeker 17 schepen raken in nood. Ook bij Balm klinken doodskreten van schipbreukelingen. Dan vliegt Kersje Siedens meester op zijn paard de zee in. Jan Fouke Koster gaat met hem mee. Vechtend tegen de branding krijgen ze een tros van het schip te pakken en brengen die op het strand. Langs dit touw bereiken de opvarenden veilig het land. Hoe anders verloopt een redding bij Huis Duinen. Daar gooit de storm het schip De Vrede op het strand. Een groep huisduiners brengt 11 opvarenden in veiligheid. Op de terugweg van de derde tocht slaat het noodlot toe. De sloep slaat om. De branding verzwelgt 9 mensen. De droeve gebeurtenis gaat als een lopend vuurtje door het land en leidt tot de oprichting van reddingorganisaties. Er wordt niet alleen geld ingezameld voor de weduwe van de redders, maar ook voor goede reddingboten en materieel. Overal langs de Nederlandse kust komen reddingstations. Op Ameland krijgen zowel Nes als Holm een reddingssloep. Er bieden zich genoeg bewoners aan om beide boten vrijwillig te bemannen. En met hun paarden zullen de boeren de boot naar zee brengen. In 1937 maken de Amelander roeiredders de laatste tocht. Hun sloep wordt vervangen door de Abraham Fok, een motorstrandreddingboot. Terwijl eind 40e jaren station Nes wordt opgeheven, lijkt het erop dat ook in Holm een moderne trekker zal komen. Maar er is niet genoeg geld om alle stations van een trekker te voorzien. En omdat Ameland voldoende voerlieden en paarden heeft die hun werk fantastisch doen, blijft alles bij het oude. Bladstil of windkracht 10, ijzig koud of slagregens, een mooie zomerdag of een pikzwarte decembernacht. Zodra het alarm klinkt, spoeden de voerlieden, paarden en bemanning zich zonder aarzelen naar het boothuis. Nog steeds is hier te beleven hoe het vroeger ging. Net als toen staat de boot altijd uitrukgereed op de bootwagen en helpen vele handen de paarden zo snel mogelijk voor de wagen in te spannen. De paarden lijken te weten wat er van ze verwacht wordt. En zodra de walbaas het signaal geeft, spannen ze al hun spieren, werpen het hoofd in de nek en met z'n tienen zetten ze de 9000 kilo in beweging. Naar het strand is ruim 2 kilometer en niet alleen de paarden moeten een perfecte conditie hebben.
Eenmaal door het mullenzand geeft de walbaas het teken dat de paarden de bootwagen op de vloedlijn kunnen draaien, zodat de boot met de boeg naar de zee komt te staan. Het is de taak van de walbaas om de bodem te peilen. Een onverwachte kuil zou fatale gevolgen kunnen hebben. Nu worden 8 paarden opnieuw ingespannen, 4 aan elke zijde van de wagen. Dan, als iedereen er klaar voor is, trekken de paarden de bootwagen de branding in. Zodra de bootwagen diep genoeg in het water is, remmen de paarden af. Het anker hoog op het strand zorgt ervoor dat de wagen niet verder in zee glijdt. Nu trekken de paarden de boot van de wagen. De Abraham Fok is gelanceerd. Zo gaat het al generaties goed. Behalve die ene keer, in 1979. Tijdens de lancering glijdt de bootwagen in een diepe mui. Door het gewicht van de wagen worden de 8 paarden mee de diepte ingetrokken en verdrinken. In 1988 krijgt Ameland een heel nieuw type reddingboot. Het snelle schip heeft een ligplaats in de Ballamerbocht en kan direct uitvaren voor een noodgeval. Dankzij de inzet van veel Amelanders is de paardenreddingboot in ere gehouden en kunnen jaarlijks nog duizenden mensen genieten van dit klassiek spektakel. Terwijl de boot op zee is, maakt de walploeg de bootwagen gereed voor de terugkeer van de Abraham Fok. De voerlieden houden de paarden in beweging. Twee paarden trekken de boot hoger het strand op, waarna de bootwagen in positie kan worden gebracht. Nu worden de paarden opnieuw ingespannen en met een ingenieus systeem van touwen en katrollen trekken ze de bootwagen, op signaal van de walbaas, onder de boot. Terwijl de boot weer aan de bootwagen wordt geborgd, spannen de voerlieden de 10 paarden voor de wagen in. Met een enorme krachtsexplosie zetten de dieren het hele gevaarte in gang. Nu door het mullenzand het duin op. Wie de spanning van het lanceren en terugbrengen van een paardenreddingboot zelf wil ervaren, kan hiervoor alleen nog maar op Ameland terecht. Nergens anders ter wereld zijn nog mensen en paarden die deze historische techniek beheersen.